Yo, kijkers van mijn kanaal. Ik ben Patrick en vandaag maak ik een video met de vriend. En we gaan een game joinen. We gaan blokvars doen in de blokarena map. En ja. Dit is de eerste video die ik met microfoon doe. Dus moet een beetje wennen. Dus ja, we beginnen gewoon met de video. En dan val ik. Even kijken. Ik moet dit maken. Hè? We moeten hier een muur maken. Nou, een obstakel, hoe je het in Nederlands noemt. En ik heb no blocks meer. Daar is een blok die we moeten verdedigen. Dat we het niet kapot maken, zodat wij de game winnen. Het gaat met flex, dus volgens mij moet je meerdere keren eentje kapot maken. Ik heb de Kid Archer. Hij heeft een stick met knockback 1, een bow, 20 arrows en een pickaxe. Maar nu moeten we... Oh, en dan ga ik dood. Moet ik weer 10 seconden wachten voordat ik weer gerespawnd word. Hier kan je een nieuwe kit selecteren. Nu doe ik de Warrior Kit. Warrior. Ik ga zo meteen nog een moetje Skywars doen. Als deze klaar is. Ik moet nu naar mijn own base gaan en dan ga ik weer eens dood. Moet ik
denk dat ik de runner kit het fijnst vind. Dan krijg je speed 2 als het goed is. En die is eraf. Nu moet ik deze hier killen, zodat hij de vlag niet pakt. Moet ik weer naar de overkant gaan, zodat ik de vlag weer kan capturen. Dit is eigenlijk een soort capture the flag, alleen dan in een team. Oh nee, dat is ook in een team, maar moet je bouwen, etc, etc. Tof vind ik ook een video met de microfoon kan doen, dus vandaar deze video. Blok, blok, blok. Oh nee, shit. Dat kan niet. Moet ik nu dood? Oké. Pardon. Het is moeilijker dan ik dacht om commentary en tegelijk een spel spelen. Ik denk dat alle andere YouTubers dat wel weten, die ook een YouTube kanaal hebben. Had hij nou range checks of 12 ping? Ik denk namelijk recheck. Mij kan je niet met ping 8 blok range krijgen, maar wel 6. Nu doe ik weer de Warrior Kit. Ik vind speed wel handiger, maar het zwaard van de Runner Kit vind ik is niet echt zo goed.
En dan moet ik mijn Ford of Fuel ook weer veranderen. No. Ben ik weer dood. Maar ik had vroeger ook een ander kanaal. Is niet zo'n groot succes geworden. Wordt het moeilijker omdat de obstakels nu weg zijn, dus kunnen ze makkelijker bij onze vlek komen. Eventjes hem hier killen en val ik er weer eens af. Trouwens, waarom ik niet nu op andere server, net zoals Koei of Bad Lion of Para PvP zit, is omdat ik op die drie servers geband ben. Ja, IP band, dus kan er ook niet met mijn auto. Ja, het potje is afgelopen, laat ons.